Hi en welkom bij deze nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Saartje en wellicht ken je me al. En op dit kanaal maak ik vooral spirituele video's. Dus alles wat te maken heeft met mindset, spiritualiteit, zelfliefde, zelfacceptatie en energie. Zichtbare, maar met name onzichtbare energie. Eigenlijk niet eens zichtbare energie, want spiritualiteit gaat met name over onzichtbare energie. Daar gaat mijn kanaal heel erg over. En hoe deze energie jou kan helpen om helemaal tot jezelf te komen, om gelukkig te leren zijn met jezelf in het hier en nu. En dat is ook waar deze video vandaag over gaat. Gelukkig leren worden in het hier en nu. En dat is best wel iets lastigs. Wat ik heb gedaan is, of waar ik mee bezig ben, is dit boek aan het lezen van Eckhart Tolle. Als iemand wel staat voor helemaal leven in het hier en nu, is het Eckhart Tolle. Hij heeft zelf ook heel veel video's online staan op YouTube. Dus ga zeker even kijken wanneer je benieuwd ernaar bent. Dit boek heet De Kracht van het Nu in de Praktijk. Dus het gaat heel erg over de kracht van het nu. De kracht van bewustzijn. En dat in praktische vorm. Dus hoe doe je dat? Hoe breng je dat in de praktijk? En één oefening hieruit, die heeft mij enorm geholpen in deze tijd waarin we nu verkeren. Dat we allemaal thuis zitten. En dat dat best wel wat energie kost van ons. Met name, als ik voor mezelf spreek, met name voor mij. Ik ben hooggevoelig, daarnaast ben ik introvert. Als we in termen gaan praten, ik praat niet graag in termen of diagnoses of wat dan ook. Maar als we het daarover gaan hebben, dan zou ik mezelf in die vakjes kunnen plaatsen. En wat ik heel erg nodig heb, is toch wel een plek voor mezelf. Helemaal rust. Niets om me heen. Geen energievelden om me heen. Dus geen andere mensen om me heen. En echt helemaal stilte. Nou, dat is iets wat ik niet heb hedendaags. Mijn vriend werkt thuis. Daarnaast zijn de huizen waarin wij wonen, het huis waarin wij wonen, is enorm gehoorig. Dus ik hoor de buren continu de hele dag door. Nu niet, dus dat is heel erg prettig. Maar goed, dat zorgt er dus voor dat ik als hooggevoelig persoon best wel snel overprikkeld raak, uitgeput raak. Ik heb echt momenten nodig voor mezelf. En deze oefening waar ik je nu meer over ga vertellen, heeft mij daar heel erg bij geholpen. En ik hoop dus ook dat deze oefening jou daarbij gaat helpen. Want dat is de reden dat ik hem met je wil delen. Bewustzijn is volgens Eckhart Tolle dus enorm belangrijk. Bewust worden van jouw gedachtes. Bewust worden van wat je denkt. Hoe je denkt. Dus de manier waarop je denkt. Denk je positief over jezelf? Of wel negatief over jezelf? Naast jezelf over situaties? Hoe sta jij in het leven? Jouw denken veroorzaakt namelijk jouw gedachtes veroorzaken jouw gevoelens. En jouw gevoelens veroorzaken weer jouw gedrag. Dus als jij jouw gedrag of jouw gedachtes weet te sturen, kun jij letterlijk jouw gevoel sturen en daarop je gedrag dus ook weer op afstemmen. Dus bewustzijn is ontzettend belangrijk. Maar hoe word je nou bewust van je gedachtes, van je gevoelens? Heel vaak zijn we geneigd om weg te gaan van onze gevoelens, omdat het te pijnlijk, als te pijnlijk kan ervaren worden. Goed, ik ga daar verder even niet te diep op in, want dan ben ik zo weer bezig met een coachpraatje. Ik ga je nu vertellen hoe je deze oefening doet. En laten we maar gewoon gaan beginnen. Wat je als eerst mag doen is ergens gaan zitten waar jij je prettig voelt. Je mag gaan zitten of liggen, net als bij meditatie. Je zoekt een rustige ruimte op waar je niet gestoord kunt worden. En het liefst waar je gewoon geen geluid hoort of zo min mogelijk geluid. Vind je dat lastig? Kijk dan of je iets van oortjes in kunt doen, een koptelefoon op kunt doen. Zodat je toch qua geluid afgesloten bent van de buitenwereld. Als je dan eenmaal lekker zit of ligt, gaan we als allereerst
3 keer diep in en uitademen. En dat doen we om de grote laag spanning even los te laten. En om echt een beetje in ons lichaam al te zakken. Dus 3 keer diep in en uit. Maak geluid of geen geluid, doe het. Voel echt even waar je lichaam behoefte aan heeft en volg dat op. Dat is al de allereerste stap om te leren luisteren naar je lichaam. En dan volg je weer het ritme van je ademhaling. En mocht je nou merken bij jezelf dat je nog echt heel erg opgejaagd voelt, gehaast voelt, probeer dan om nog een paar extra diepe ademhalingen te doen. Voor deze oefening wil je namelijk wel echt ontspannen zijn. Of ontspannen zijn, je enigszins naar binnen kunnen keren. Dat is heel erg belangrijk. Vervolgens ga je voelen. En dit kan voor sommige mensen eng zijn. Dus wat ik je daarom wil adviseren is om bijvoorbeeld een hand te nemen of een voet te nemen of je billen te nemen. We nemen even de billen. Die kunnen wel heel erg prettig zijn. Billen zou ik nemen als je zit, net als mij. Als je ligt wordt billen misschien wat lastiger. Neem dan je handen. En voel nou hoe je handen of billen contact maken met de grond onder je. Het bloed naar dit deel toestroomt. Blijf met je ademhaling, met je gedachten bij dit deel. Zie het ook voor je. Maak het levendig. Voel hoe bijvoorbeeld al je vingertoppen vol met bloed stromen in je vingers en in je handen. Voel dat je handen rusten op je bed of op je benen. Word je bewust van de grootte van je handen, van de omvang. Bij iedere inademhaling stuur je daar energie naartoe. Word je bewust van je duim, van je wijsvinger, van je middelvinger. Je ringvinger en je pink. Word je bewust van je hele handen. De stand van je handen.
Ga je zo ontspannen of ergens omheen gevouwen. Probeer hier zo lang mogelijk met je focus en aandacht bij te blijven. Je bewust te worden van je handen. Van hoe ze voelen, de warmte of kou wellicht. Van hun omvang. Van hun functie. Probeer je zo bewust mogelijk te maken van dat deel. En zoals ik al zei, wellicht vind je misschien je handen moeilijk of lastig. Kijk dan of het lukt met een ander lichaamsdeel. Deze oefening gaat dus niet zozeer over voelen, emoties voelen, maar gaat meer over in je lichaam komen, naar binnen keren. En met name wanneer jij bijvoorbeeld hooggevoelig bent, is dit heel erg belangrijk. Want als hooggevoelig persoon ben je heel snel geneigd om je voelsprieten naar buiten te sturen, om je antennes naar de buitenwereld te hebben. Je pikt 95% op van de buitenwereld en heel weinig van de binnenwereld, van jouw binnenwereld. En die buitenwereld heeft ook weer effect op hoe jij je van binnen voelt. Dus daarom wat ik je met deze oefening wil leren, is om juist je wat meer te keren naar je eigen binnenwereld. Probeer maar eens of je zoveel mogelijk procent binnenin jezelf kunt blijven. Dat als jij praat met iemand die bijvoorbeeld jouw energie kost, probeer maar eens gewoon om weer die aandacht en focus naar je handen te verleggen. Naar hoe je erbij zit. Naar je ademhaling. En wellicht luister je dan wat minder goed naar die ander. Maar geloof mij, de belangrijke dingen die jij hoort op te pikken uit dat gesprek, pik je toch wel op. De rest, je hoeft niet alles woord voor woord te onthouden. Wil jij de boodschap weten? Probeer echt bij jezelf te blijven en op die manier toch de rust te bewaren, je energie met name te bewaren en te bewaken ook. Dat is heel erg belangrijk. Oefen dit minimaal 1 keer per dag, wil ik je echt adviseren, want dit is best wel iets lastigs en dit kun je heel snel al verleerd raken wanneer het geen automatisch onderdeel wordt van jouw dag. Dit is ook iets nieuws. Het is een totaal nieuw patroon wat ik je eigenlijk wil laten aanleren. En daarvoor heb je herhaling nodig. Oud gedrag, dat is namelijk ook op die manier tot stand gekomen. Doordat je een bepaald gedrag continu weer hebt herhaald op verschillende fronten wellicht. En daardoor ontstaat er een patroon en dus gedrag. Nieuw gedrag wil je dus ook zo weer aanleren. Je wilt het dus herhalen, herhalen, herhalen en op den duur wordt het een automatisch patroon, een nieuw gedrag. Dit was de video. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik wens je heel veel sterkte, maar vooral heel veel liefde in deze periode. En ik hoop voor ons allemaal dat het snel voorbij is. Dankjewel voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer terug bij een nieuwe video.